Ja, met nog precies 4 weken te gaan tot de verkiezingen spelen Emile Roemer en Mark Rutte nog altijd verstoppertje. En dit tot grote vreugde van de kleine partijen die nu plotseling aandacht krijgen. Maar wat hebben die kleine partijtjes eigenlijk te zoeken in Den Haag? Daar gaan we over praten. Met de lijsttrekker van de Piratenpartij, Dirk Poot. En naast jou Ton Elias, VVD Tweede Kamerlid. En je loopt al echt meer dan bijna 30 jaar rond daar in Den Haag, toch? Ja, ik ben in 1977 als heel jong verslaggevertje voor een universiteitsblad daar begonnen om over politiek te verslaan. En, ik heb in het bedrijfsleven gewerkt, ben journalist geweest, nou, vandaag gezeten en nu ben ik alweer een paar jaar Kamerlid. Ik heb een mooie foto voor jullie, want ik zei wel een beetje Mark Rutte en Emile Roemer die verstoppertjes speelden, maar gisteren zagen we Roemer al tomatenijs uitdelen en vandaag dook deze foto op. Mark Rutte op een bootje met Jort Kelder. Waar vertelt het verhaal niet? Dirk, wat vind je ervan? Het ziet eruit als een hele gezellige foto, zoals ze het echt naar hun zin hebben daar. Ja. Ja, 2 vrienden uit de studententijd en die gaan een stukje varen en die bespreken een paar dingen. Ik zie niet zo in wat daar het nieuws van is. Nou, maar omdat misschien Rutte wordt natuurlijk een beetje arrogantie verweten, omdat hij zich tot nu toe niet echt laat horen, zeg maar. Versterkt zo'n foto dat beeld, wat jou betreft, Dirk, of niet? Nou, als ik kijk zeg maar, hoe onze campagne tot nu toe verloopt en hoeveel werk wij aan het verzetten zijn, vind ik hem wel heel erg relaxed bij zitten voor, nou, voor de lijsttrekker. Als je op zondagmiddag niet meer gewoon nog een beetje kan ontspannen, het lijkt me heel verstandig als mensen in de politiek ook ontspannen. En verder is hij maar gewoon aan het werk. En ik zelf denk dat het beter is dat hij gisteren al die Olympische sporters heeft ontvangen. Jullie hebben er straks ook een waar we allemaal van genoten hebben. Ja. Dan dat hij daar in het debat had gestaan met allerlei verkiezingsretoriek in een zaal met studenten, als ik heel eerlijk ben. Maar is het goed of slecht voor de beeldvorming, Tom? Wat, deze foto? Nou ja, ik zelf vind het niet zo raar hoor, dat iemand gewoon ontspant en zijn shirt erbij uittrekt. En wat vindt Nederland, denk je? Dat weet ik niet, dat weet ik echt niet. Maar ik kan alleen maar zeggen, het lijkt me verstandig dat we iemand in de politiek hebben die ook weet te ontspannen, die af en toe langs het strand loopt en dat soort dingen. Wat denk jij, Dirk, dat Nederland vindt? Altijd moeilijk natuurlijk. Ik weet niet wat Nederland vindt, maar ik ben wel jaloers op hem. Je bent jaloers. Wij zijn sinds het kabinet is gevallen zijn we aan het sprinten geweest om alle hordes te nemen die je als kleine partij moet nemen om de politiek in te komen. En al die tijd heeft hij rustige bootjes kunnen varen en klaar kunnen maken voor de verkiezingen. Die man die werkt 80, 90 uur per week. Aan de andere kant is het misschien ook wel gunstig voor kleine partijen dat de grote zich nog even afzijdig houden. Want dat betekent ook extra aandacht voor jullie belang. Ja, ja, je ziet dat de afgelopen week dat een punt waar de Piratenpartij eigenlijk al sinds 2006 op hamert, dat heel erg breed in het nieuws is gekomen. Wij zeggen al heel lang dat medicijnpatenten, dat die feitelijk de gezondheidszorg veel te duur maken. Dat je tot 100 keer meer betaalt voor de medicijn dan wat je ervoor zou moeten betalen. Nou, aan de hand van het CWZ-rapport over de pompenmedicijnen is dat actueel geworden. En dit weekend hebben we plotseling bijval gekregen uit de Volkskrant. Het AMC kwam er mee. Het Erasmus kwam er mee. Hoogleraar Huub Schellekens kwam er mee. Ja, en wat dat betreft was het voor ons wel heel mooi dat het een keertje nog niet over de geëikte punten ging, maar dat er iets echt wezenlijks besproken kon worden. Ja. Je gaat meteen naar de inhoud, maar er zijn ook andere kleine partijen die mee gaan doen. We hebben even een overzicht gemaakt. Er zijn er 11, geloof ik. De bekendste van de nieuwe partijen is de 50-plus-partij van Henk Krol. En ook Herop Brinkman en Johan Vlemmix proberen een zetel te bemachtigen. Daarnaast zijn er themapartijen als de Piratenpartij en de Anti-Europa-partij. Wilt u wat meer spiritualiteit in de Kamer? Dan kunt u terecht bij de Partij voor Mens en Spirit met lijsttrekker Lea Manders. Ja. Tom, maken dit soort partijtjes kans? Zitten jullie daarop te wachten in Den Haag? Laat ik het zo vragen. Nou ja, luister eens. De VVD en ook allerlei andere partijen zullen niet tornen aan het democratische recht van die partijen om het te proberen. Ja. Dat staat als een paal boven water. Klinkt niet heel enthousiast meteen. Nee, maar ik ben er ook helemaal niet enthousiast over. Want ik vind persoonlijk dat het onverstandig is om op die partijen te stemmen. Want die komen allemaal eventueel in de Kamer. Die hebben dan 1 of 2 zeteltjes. En vervolgens hoor je er daarna niks meer van. Dirk, we hebben in de we hebben in de afgelopen, nou ja, diezelfde 30 jaar van allerlei partijen zien komen en gaan. En die komen dan binnen met grote verhalen. Het zijn vaak heel eenzijdige partijen die 1 puntje naar voren brengen. En daarna hoor je er niks meer van. De RKPN van Klaas Beuker, de Boerenpartij in 1966 gesneuveld. De Boerenpartij gingen allemaal Amsterdammers, het Amsterdam Centrum, opstemmen. Omdat ze het wel een leuke protestpartij vonden. Maar ze sloegen geen deuk in een pakje boter. Ja. Het zijn reeksen van voorbeelden en je hebt er uiteindelijk niks aan. Naast jou zit een voorbeeld. Dirk van de Piratenpartij. Overtuigt Ton is waarom is het wel goed dat jullie als kleine partij daar in die Kamer zouden moeten kunnen komen? Ja, Ton is natuurlijk een ras-echte VVD'er. En Het kan best wel moeilijk worden, want als je ziet welke lijn de VVD in het kabinet heeft gekozen de afgelopen jaren, dat was echt volledig tegen onze richting in. Privacy werd echt het ondergeschoven kindje. De ACTA werd bijna tot in het Europees Parlement doorgeduwd. Internetvrijheid, daar bleef niks van over. We hadden in 2010 allemaal toch een beetje onze hoop gevestigd op Jeanine Hennis. Die heeft heel veel internetvrijheid lievende mensen getrokken. En we waren echt... Wij hoopten echt dat Jeanine Hennis in staat zou zijn om binnen de VVD de zaak weer een beetje naar de liberale kant te trekken. Maar wat je nou ziet is dat onder 2 jaar teven is het echt wat dat betreft alleen maar de slechte kant uitgegaan. Dus wat dat betreft denk ik dat het feit dat wij nu 1 à 2 zetels peilen, dat geeft denk ik ook heel duidelijk aan dat mensen in het land zien dat het nodig is om een keer een nieuwe stem erin te krijgen. Ton, reageer maar. Nou ja, het is... Luister, ik betwist niet dat u bepaalde idealen heeft. Maar u zult ze niet verwezenlijken. Want u komt misschien met 1, misschien met 2 zetels in het parlement. Heel misschien helpt u meneer Roemer wel aan een meerderheid. Daar moet ik wel helemaal niet om denken. En het gaat niet om die eenzijdige... relatief kleine punten. Wij staan daar in Nederland slecht voor. De economie staat daar slecht voor. We moeten zorgen dat mensen aan banen komen. Dat we de bereikbaarheid in Nederland beter regelen. Ik sprak vandaag met 2 scholieren van 17 en 18 jaar. Die zitten in het bestuur van het LAKS, het Landelijk Actiecomité Scholieren. Ja. Want ik doe ook onderwijs, heb ik in portefeuille. En die zeggen, wij willen banen. Wij willen goed les hebben. Wij willen goed presteren. Wij willen vooruit. En natuurlijk, een aantal dingen die u wilt... er zullen best mensen zijn die dat van belang vinden. Ze zijn ook van belang. Maar dat wil Dirk misschien ook wel, toch? Ze staan ook in ons verkiezingsprogramma. Wij vinden het van groot belang dat er internetvrijheid is. Wij zijn tegen... u noemt het even ACTA zonder het uit te leggen. Maar wij zijn tegen een voorstel vanuit Europa om de internetvrijheid aan banden te leggen. Daar zijn we gewoon tegen. Ja, wat u daar verder ook over beweert. We hebben in het Europees Parlement tegengestemd. Maar los daarvan, wij, onze partij, andere partijen hebben, als het goed gaat, invloed. Kunnen iets bereiken. En ik ben inderdaad als maar goed, dat er straks 6 of 7 van die partijtjes zitten. Meneer Poot wil iets op de agenda zetten. U mag nog even op meneer Elias reageren. De VVD heeft samen met de CDA en PVV hebben ze ACTA door Nederland heen geloodst. En uiteindelijk hebben ze Verhagen goedkeuring gegeven om het in Brussel te gaan tekenen. Pas toen het te laat was, hebben ze voor de bühne tegengestemd. Maar daar kom je er niet mee. Maar denkt u nou echt dat Nederland zit te wachten op dat ene... al dan niet op zich belangrijke punt van u. Nee, maar dat is een partij moet veel meer dingen doen. Wat je ziet is, er zitten nu heel veel oudere politici in de Kamer. Meneer Poot, doet u dat? Wat, sorry? Doet u dat ook? Wat doe ik? Wat? Dat u meerdere onderwerpen op de agenda zet. Ja, zeker. Behalve deze periode. De hele kennisdeling is voor ons een hele belangrijke. Auteurs- en octrooirechten. Maar wat voor ons ook heel belangrijk is om wat kennis van ICT in de Kamer te brengen. Elk jaar wordt er 5 tot 7 miljard euro weggegooid aan compleet mislukte ICT-projecten. Okay, ja. Dat is omdat er in de Kamer daar gewoon geen verstand van is. En ze laten de minister maar aanrollen. Ik wil van u weten hoeveel zetels u denkt te halen. 2 of 3. 2 of 3? Wat denkt u, meneer Elias? Dat weet ik niet. Ik hoop dat het er zo min mogelijk zijn, in alle eerlijkheid. Heel helder. Dan wil ik u beiden danken. Ja, zo